Welkom terug in de Super League, zou ik willen zeggen, Sonny. Ja, dankjewel. 4-3, wat een knotsgekke avond. Ja, het is niet best. 4 doelpunten tegen in de eerste wedstrijd, dat is niet best. En eigenlijk was jij denk ik nog de meest stabiele factor achterin. Ja, nou ja, ik pakte een paar ballen, toen liep het ook niet helemaal. Maar we staan met lege handen, dus je hebt er weinig aan. Heb je het gevoel dat jullie dan op een gegeven moment de grip verliezen, met name achterin? Nee, dat viel op zich wel mee, want ja, het zijn dekkingsfouten. Dus ja, de grip was er op zich wel. Maar ja, het zijn gewoon persoonlijke foutjes dan. Ja, die 4-3 krijgen jullie tegen, dat is wat ongelukkig. Volgens mij maakt hij die nooit weer op deze manier. Maar die 3-3 bijvoorbeeld, ja, dan denk ik, er gaan zoveel fouten aan vooraf. En dat terwijl jullie al zo gewaarschuwd zijn achterin de laatste weken. Hoe kan dat dan? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat we morgen even de beelden gaan terugkijken. Morgen of, ja, of zondag of maandag. Maar ja, dat moeten we even goed analyseren. Ja, want er moet wel wat gebeuren toch, met name achterin. Want jullie zijn toch een ploeg die in de bovenste regio nog mee moet doen. Ja, en als je er elke week 4 tegen krijgt, dan wordt het heel lastig om een open deur in te trappen. Ja, nee, dat is wat je zegt. Ik denk dat we morgen even met de koppen bij elkaar even wat beelden kijken. En dan kijken hoe het allemaal beter kan. Er zit niks anders op. Ja, merk je dat jij daar sturing aan moet geven aan die defensie? Want het is allemaal jong, grillig en het moet allemaal op elkaar ingespeeld raken nog. Maar voel je daar voor jezelf ook een taak? Ja, tuurlijk, want we moeten het met z'n allen doen. Kijk, er staan 11 spelers in het veld en we zullen het uiteindelijk met z'n allen moeten doen. Ik ook. Ja. Wat kun je verder zeggen over de wedstrijd? Want qua veldspel, aanvallend, heb ik 3 hele mooie doelpunten gezien. En ja, dat is het gekke in deze hele wedstrijd. Ja, normaal gesproken, als je 3 doelpunten maakt, dan moet het goed genoeg zijn voor een overwinning. Maar ja, wat je zegt, het was een knotsgekke wedstrijd. En ja, we staan uiteindelijk met lege handen. En dat is ja, super vervelend natuurlijk. Ja, domme vraag misschien, maar je hebt alle aardig gekiept weer. Sinds lange tijd stond je weer in de competitiewedstrijd op het veld. Ja, heb je daar nog op een of andere manier kunnen genieten? Of is dat een hele domme vraag na afloop van 4 tegen doelpunten? Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Het is natuurlijk zuur dat je 4 tegen doelpunten tegen krijgt. En die gaan we ook zeker analyseren. Maar de ballen die ik pak, dat vind je, ja, dat is lekker. Daar ben ik weer voor en dat voelt goed. Maar het is zuur dat je de 4 tegen krijgt. Kan alleen maar beter gaan nu, hè? Hoop het wel, ja.